Het is statistisch bewezen dat elke marketingcampagne ondersteund dient te worden door de nodige visibiliteit in de retail om de merkbekendheid te garanderen. We spreken vandaag met een van de grootste spelers op de markt inzake de fabricatie van POS-communicatie. Thinkwell is een innovatief bedrijf die point-of-sales materiaal maakt. Wij ontwikkelen met veel passie en creativiteit ontwikkelen wij de voorstellen. En daarnaast met veel enthousiasme en met veel vakmanschap produceren wij ook zelf. Kartonnen displays hebben een levensduur van ongeveer 3-4 maanden. Als je lang op de winkelvloer aanwezig wil zijn, dan stellen wij permanente displays voor. Die hebben we in hout, metaal en kunststof. Dat maken we dus ook in-house of met partners in het buitenland. De belangrijkste voorbeelden van POS-materiaal wat wij maken zijn displays. Wij maken in de groep meer dan 1 miljoen displays. Je hebt vloerdisplays, je hebt toonbankdisplays waar producten in kunnen staan. Maar we hebben ook communicatiedisplays. We hebben dus een hele assortiment waar we onze klanten mee kunnen helpen om alle POS-materiaal behoeftes te vervullen. De studio krijgt van de sales via de klant een briefing waarin al duidelijk is of dat het dan permanent is of karton. Aan de hand van die specificatie van die briefing ga ik bepalen welke designer de beste skills heeft om dat project te ontwikkelen. En die gaat er dan mee aan de slag. Maken we eigenlijk een prototype dat we uitsnijden met de snijplotter. Dat prototype wordt volledig getest met de juiste producten of op transporttest of gewoon om te zien of dat er wel mooi uitziet. En als dat allemaal in orde is, dan kan het in productie gaan. Dus als je als aanmerkfabrikant een product lanceert en je hebt een mooie tv-campagne en social media-campagne, maar als je niet de laatste stap ook voor zorgt dat het product zichtbaar is in de winkel en daar aandacht geeft, dan zijn al die investeringen voor niks geweest.